Yes guys, welkom bij de, de live in ieder geval. Ik ga in ieder geval zo meteen gelijk beginnen met de Black Friday Cyber Monday presentatie die ik voor jullie heb gemaakt. Er zullen wat aantal mensen nog, uh, nog binnenkomen in deze kamer, dat is geen probleem. Deze wordt ook uh, opgenomen. Als het goed is kan je mij, uh, kan je mij wel horen. Zeker dus je kan je anders laten weten of je mij kan horen via de chat. Dan uh, kan ik gelijk beginnen. Oké, okay. nou ik presenteer in ieder geval. Zeg uh, uh, mensen man. Misschien dat hij nu wel komt, ja. Als het goed is, kan je me nu wel horen, man. Dus uh, dan ga ik gelijk weer verder. In ieder geval, ik heb vandaag een Black Friday en Cyber Monday presentatie voor je gemaakt, waarmee je in 2023 in Q4 het hardste kan gaan schalen. Ik ga je mijn unieke strategie geven voor negen dagen, die jij voor jezelf kan toepassen. Aan het einde zal ik je nog een oproep meegeven en dan beëindigt deze live, zullen zo wat andere mensen ook nog de, uh, de Zoom joinen. Nou, in ieder geval begin je zondag de 19 en dat is de eerste dag dat je het pushen begint van je offer uiteindelijk daarin doe je een aanbod van 25 tot 40 korting, doe je Black Friday Cyber Monday blowout sale. Dit moet eigenlijk zo'n goed iets zijn, iets dat je nog nooit eerder hebt gedaan, maar je nog steeds wel de ruimte hebt om hiervan met winst te profiteren. Nou, wat lanceer je bij je lanceert je bij retargeting, een nieuwe Black Friday Cyber Monday focused retargeting campagne. Daarin gebruik je twee tot drie Black Friday Cyber Monday foto creatives en daarin gebruik je ook ad copy die van toepassing is voor Black Friday en Cyber Monday. Dit doe je op 5 euro per adset bij een nieuwe campagne. Doe je 10 adsets, komt op 50 euro per dag erbij. Het is uh, goed om na te denken dat je in deze tijd meer gaat spenden dan dat je normaal zou doen. Maar je gaat ook meer verdienen dan dat je normaal zou doen. Dus dat is ook een, uh, een goed gevolg daarvan. Headline en kopje die je daarbij gebruikt, is privé toegang tot onze Black Friday Blowout Sale. En welke audiences gebruik je voor remarketing? Dat zijn eigenlijk alle remarketing audiences die er zijn. Van View Content, iedereen die je content checkt. Van Add to Cart, iedereen die toevoeging aan winkelwagen klikt. Initiate Checkout, iedereen die de bestelgegevens toevoegt. En Video Views, iedereen die je video heeft bekeken. bekeken sorry. Nou, het doel van deze campagne die we negen dagen van tevoren runnen, is je klanten laten genieten en haast om ja, die korting nu al te kopen voordat Black Friday komt en voordat je uitverkocht bent waarschijnlijk op Black Friday en zo geef je eigenlijk toegang van je product eerder aan het publiek dan dat je normaal zou doen nou wat is retargeting überhaupt? Dat is adverteren richting mensen die al eerder in contact zijn gekomen met jouw website en product. Je kan hierop verschillende mensen retargeten. Dus er kunnen mensen zijn met videoviewers, bezoekers naar je store, mensen die op add to cart of initiate checkout hebben geklikt. En typisch heeft dit een hoge return on investment. Hierdoor maak je vaak meer geld omdat het verkeer veel warmer is dan dat het normaal zou zijn. Nou, waarom zou je je klanten überhaupt retargeten? Het is heel makkelijk om een retargeting campagne op te zetten. En zonder deze campagnes laat je echt enorm veel geld op tafel liggen. En dan kan je winst echt enorm groot gaan verhogen. Je kan het voor elk product doen dat je al ja, hebt geadverteerd. Kan je retargeting om toepassen. Nou, wat doe je er nog meer bij? Dat zijn dus 10 verschillende adsets. 1,50 euro per adset. 15 euro per ad to cart. View content, initiate checkout. Alle video viewers. Dus eigenlijk alles wat erin maar is. Gebruik je hiervoor. Daarin kan je dezelfde creative gebruiken als bij je andere product. Alleen andere ad thumbnail en video blijven dus hetzelfde. Kan ook precies dezelfde campagne zijn, alleen dan op 50 euro per dag, dan is het 5 euro per adset en analyseer je dus met de drie dagen regel en gebruik je hierbij ook Black Friday en Cyber Monday copy. Nou, koud verkeer lanceer je hiernaast toch? Lanceer een nieuwe koud verkeer, Black Friday, Cyber Monday Elite Scaling. Of algoritmische targeting als je nog niet bij Elite scaling bent. Dat doe je op 5 euro per ad set. En daarin gebruik je Black Friday en Cyber Monday copy. Hetzelfde als bij retargeting. En voor Elite scaling ga ik je zo precies uitleggen wat dat is, hoe je dat moet killen, hoe je dat. Moet opschalen. En voor degenen onder jullie die net beginnen met testen. Gebruik de waarschijnlijkheid en shine van Black Friday, Cyber Monday. En met de intentie van kopen die toeneemt. Maak dit echt een geweldige tijd om te beginnen met testen met je dropship store. Slash de markt in te gaan voor de eerste keer. Nou doe je dat voor de eerste keer. Wil ik alleen dat je testcampagnes gaat doen. En wij hebben bij Ecom Elite algoritmisch starting. Daarin volg je de drie dagenregels zoals altijd. We gebruiken Black Friday, Cyber Monday copy en woordenschat. Zoals we laten zien op de volgende slides. Voor je e-mail- en sms-lijsten, ja, manage die daarin en stuur één keer per dag e-mails uit in de richting van privé-early-Black Friday korting tot Black Friday zelf. Oké, okay, nou, wat is elite scaling nou zelf? Is een iets geavanceerde campagne dan dat je normaal zou doen. Daarin bouw je relevante custom audiences op de afgelopen 180 dagen. Op Purchase, Initiate Checkout, Add to Cart, View Content, Website Visitors. En hierop bouw je dus lookalikes. Op 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 5 tot 6, 6 tot 7, 7 tot 8, 8 tot 9 en 9 tot 10. Nou, welke settings gebruik je daarbij? 5 euro budget per ad set. En daarin gebruiken we 1 creative. En die gebruik je van je best performende creative die je hebt. Deze zet je op 7 day click, deze laat je redelijk lang lopen, helemaal tot aan Black Friday en dat is één gehele campagne. En naast deze complete campagne start je ook een nieuwe campagne om creatives te testen en dit doen we puur om betere KPIs, betere kost per klik te krijgen, om daardoor meer kliks te genereren en meer sales. En regels, hierin kan je de drie dagen regel volgen van je campagne. Heel belangrijk is, let op audiences die je uiteindelijk kilt... dat je deze opnieuw gaat lanceren voor Black Friday uiteindelijk... om ze nog een laatste kans te geven om winstgevend te worden in de nieuwe campagne. En hierin volg je de drie dagen regel. Als publiek wel winstgevend is, dupliceer je met de 5x5 regel. Nou, wat doe je maandag de 20 e Zet je weer je targeting aan en deze laten we runnen voor vijf dagen... Hierin verhoog je het audience budget met de ROAS-Blove, Break Even ROAS, met 50% elke dag als de ad-set winstgevend blijft. En retargeting is het uiteindelijk het geheime wapen met deze Black Friday Cyber Monday deals. En dit gaat je helpen om echt door het dak te kunnen schalen. Nou, wat doen we met die elite scaling? Die laten we ook precies runnen. En daarin observeer je gewoon de doelgroepen. Wees hier niet agressief met uitzetten. Je wil Facebook iets meer laten spenden deze periode. En met de algoritme Starting volg je die drie dagen regel. Dit zou dus de tweede dag hierin zijn. Daar gebruik je ook Black Friday, Cyber Monday-kopie. Specifiek in je kopie, maar ook in je landingspagina. Nou, voor je e-mail en sms stuur je elke nieuwe dag een nieuwe e-mail met een unieke uh, bericht gerelateerd aan Black Friday. Om ze constant te herinneren daaraan. En een goede opmerking hierbij is alleen retargeting en de elite scaling of de testfases en die e-mail en sms lijsten hebben toegang tot de early bird Black Friday Cyber Monday discount. Niet het echte publiek die zomaar op je website komt. En hoe doe je dit nou precies? Je maakt een extra landingspagina slash link aan met de deal die je weggeeft. En dit is echt om exclusiviteit aan je klanten te geven die iets meer in het warme publiek zijn. Nou, op Black Friday zelf, wat gebeurt er dan? De volledige site gaat op een blowout sale met een automatisch toegepaste kortingscode. De goal is om je lead scaling of algoritmische retargeting en een e-mail-sms-vooruitzicht een kans te geven om het vroeg te kopen voordat het uitverkocht in één dag op vrijdag. Zorg ervoor dat je duidelijk maakt dat om 12.00 vrijdagnacht de Black Friday korting eindigt. Nou, wat doe je dinsdag de 21e? Gaan we nog steeds door met retargeting? Die kan je nog steeds door laten runnen en verhoog je winstgevende adsets budget met 50%. De goal is om deze week meer te spenden dan dat je normaal zou doen, omdat je ook meer gaat verdienen dan dat je normaal zou doen. Met Elite Scaling letten we op deze dag op dinsdag op drastisch slecht presterende adsets. En die kan je dan uitzetten. En stop dat budget terug in goed presterende ads. Voor je targetingcampagne ben je nog steeds aan het testen en kan je de vijf keer duplicatieregel toepassen zoals we altijd zouden doen. Nou, voor je e-mail en sms doe je weer hetzelfde: dus elke dag één bericht aan Black Friday gerelateerd uit te sturen. En woensdag de 22e heb je ook retargeting die je laat runnen voor de komende vijf dagen. Daarin verhoog je al je budget met de roas pro je even ROAS, met 50% elke dag dat het uiteindelijk winstgevend is. Nou, hierin lanceer je ook de laatste kans kopie voor retargeting. Daarin kan je makkelijk de huidige kopie aanpassen. Laat de mensen weten dat de deal eindigt op vrijdag middernacht, om ervoor te zorgen dat ze nu kopen. Zonder zorgen te hebben dat de voorraad wordt uitverkocht van je product. Nou, voor elite scaling kan je deze nog steeds laten runnen. Observeer je de audiences en ben je nog steeds niet agressief met uitzetten. Adsets zijn nog steeds aan het optimaliseren en op zoek naar winstgevende adsets. Geen laatste kans kopje voor koud verkeer omdat ze je product niet eerder hebben gezien en daardoor ook minder relevant maakt. Nou, voor algoritmische targeting ga je dus door met de vijf keer duplicatiemethode en noteer je audiences met hoge ROA's. 2.0 plus. En bereid je voor om verticaal en verhoog ze ook vanaf morgen. Voor je e-mail en sms-lijst stuur je elke dag een nieuwe e-mail... zoals je nu gewend bent en zoals ik eerder heb herhaald. Maar het enige wat je deze dag aanpast... is verstuur laatste kans e-mail slash sms-copy... om ja, die toe te passen. En laat de mensen weten dat de deal op middernacht eindigt... op Black Friday voor wat urgency. Naar nou, opmerking, heb laatste kans copy live op ads... die erin gaan vanaf de 25e. Wat doe je donderdag de 23e voor je ads... Daarin ga je dus retargeting laten runnen en verhoog je winstgevende adsets met 50% opnieuw. Plus pas je copy aan iets voor middernacht om ervoor te zorgen dat het geaccepteerd wordt naar laatste kans vandaag alleen Black Friday gefocuste copy. Voor je koud verkeer je lead scaling schaal en edit je budgetten van deze 5 tot 8 hoogste performance agressief van 5 naar 50 euro. Je bent één dag voor Black Friday en hierin ga je dus iets agressiever schalen. Nou, voor algoritme start ik, denk, kan je winstgevende audits dus ook van 5 naar 50 zetten, omdat je één dag voor Black Friday bent. En het is duidelijk dat je hierop voorbereidt om hogere uitgaven te hebben met Black Friday en Cyber Monday. Met deze budgetverhogingen, maar ook meer omzet. Dus dat komt in dat geval helemaal goed. Je stuurt nog steeds e-mail- en sms-lijsten. En je stuurt de verleidelijke Black Friday, Cyber Monday sales hier. Met push dat de aanbieding zo goed is dat je waarschijnlijk uitverkocht bent morgen. Dus zorg ervoor dat je de aanbieding pakt voor het te laat is omdat je deze deal waarschijnlijk nooit meer gaat zien. Of tot de volgende Black Friday Cyber Monday, die er gaat komen. Oké, okay, en dan ben je nu zelf aangekomen op Black Friday, de 24ste. Je site is volledig op uitverkoop over nu. Uh, een week, twee weken trouwens. En de hele volledige site is in uitverkoop. Niet alleen de exclusieve landingspagina die je hebt gemaakt... en zorg ervoor dat je volledige site... ook Black Friday, Cyber Monday, Bandit is... ook als je momenteel aan het testen bent. En ik raad je aan om 40% korting te geven... 25 tot 40% korting... op de producten die je momenteel adverteert. En laat de site automatisch de korting toevoegen... aan de volledige site op deze dag. Wat ik je aanraad om daarnaast nog te doen... is 24-7 support op je store te zetten... In de vorm van live chat. En zorg ervoor dat er altijd iemand op zit om vragen te beantwoorden. En zorg ervoor dat die website dus volledig gebrand is. En laat je ads gewoon deze dag het werk doen. Zodat je het meeste uit kan gaan halen. Nou, zaterdag, één dag naar Black Friday. Stop je niet gelijk met verschillende soorten campagnes die je draait. Maar je zet elke nieuwe gemaakte Black Friday Cyber Monday audience. die verliesgevend is van de afgelopen drie dagen. en nog steeds aanzet. uit. En je edit alle kopie van onze Black Friday Cyber Monday campagnes. Want Black Friday. Was dus in ieder geval een dag daarvoor geweest, de 24ste. En nu maak je alle kopie die je hebt, Cyber Monday Focus, voor die maandag. Het is eigenlijk bijna precies dezelfde kopie. En de site heeft nu nog steeds automatisch toegepast de korting tot maandag. En iedereen die de Black Friday deal heeft gemist, maakt nog steeds kans op de unieke producten die hij momenteel verkoopt, tot maandag middernacht. Nou, zorg ervoor dat al deze edits zijn nagelopen nage en gepland staan voor zondagmorgen. En deze laat je ook lopen tot minimaal zondag. Je bent aangekomen op zondag, de 26e november, voor retargeting. En daarin laat je adsets lopen en verhoog je winstgevende adsets van de laatste drie dagen met 20%. Voor je koud verkeer, elite scaling en algoritmische targeting, laat je ook langzaam lopen richting Cyber Monday. Je gaat hierin dus meer uitgeven, maar je verwacht ook meer omzet, zoals ik al eerder heb benoemd. En je hebt al verschillende verhoogde audiences met de Black Friday sale gehad. Nou, stuur een laatste kant voor al je e-maillijsten met absoluut laatste kans e-mail en bereid ze voor op de deal die eindigt op middernacht op maandag Cyber Monday zelf. Nou, en dan ben je inmiddels aangekomen op de negende dag en de allerlaatste dag van deze Facebook ads-campagne die we runnen voor Black Friday en Cyber Monday. En dit is de laatste dag dat je ze ook laat lopen en je laat de audiences lopen en je stuurt nog één laatste keer een e-mail blast in de middag. Laten we zeggen, tussen 12 uur. En laat de mensen weten dat de deal vanavond eindigt wanneer het 12 uur s'nachts is. Laat e-mail en ads uiteindelijk hun ding doen vandaag. En geniet van ja, waarschijnlijk het beste Q4 ooit als je alles toepast, wat ik je vandaag heb geleerd. Nou, Mocht je nu nog in de testfase zitten of in de opschaalfase, doe al twee jaar één op één coaching voor. Uh, voor e com ondernemers, nou wat krijg je daar precies bij? Voor mij één op één coaching, 24-7 WhatsApp-contact, waarin we alles doorlopen, zoals geavanceerde dingen zoals vandaag. Hele videocursus die deze maand is geüpdate en jaarlijks wordt geüpdate, waar je de rest van je leven toegang tot hebt. En systeem om naar 10 tot 100k plus te gaan met je Shopify dropshipping store en er uiteindelijk ook een brand voor te maken. Nou, ik heb momenteel nog een paar één-op-één plekken beschikbaar. We hebben momenteel 27 studenten en ik wil niet veel meer dan 30 aannemen voor één-op-één. En mocht je dit interessant lijken of je nog vragen hebt over je huidige Shopify dropshipping store die je hebt... neem contact met mij op in de DM via Facebook of Instagram... of te kijken of je een goede fit bent of dat ik je op een andere manier verder zou kunnen helpen. Ja, en dan wil ik je in ieder geval bedanken voor iedereen die hier vandaag aanwezig is... Deze opname die komt ook op YouTube en in de chats terug via Facebook. En dan wens ik jullie allemaal nog een fijne zondag en dan spreken we elkaar snel weer. Fijn Q4.